De rode biet is een kleurrijk garnituur dat ik wel graag gebruik in de keuken. Die rode bietjes worden eigenlijk eerst gekookt om gemakkelijk te kunnen schillen. We koken die eigenlijk in een soort courbouillon met verschillende kruiden zoals kardamom, sterrenijs, om een extra smaak aan de rode biet te geven. Dat heeft zoiets het aardse. Dus we gaan dat eerst garen ook in een vacuümzak met kippenbouillon. Met daarbij aromaten zoals tijm, laurier. En we proberen op lage temperatuur te garen. Om dan eigenlijk een zacht rood bietje te hebben met een kruidige buitenkant. Dus de binnenkant gaat iets minder roze zijn dan de buitenkant. Het gaat mooi donkerrood zijn. En als je dat traceert op bord, geeft dat een leuke tint, een leuke kleurschakering in het bord.